Zo, goedemiddag. Hier zijn we weer vanaf locatie, hè? Wij zijn nu in, hoe heet dat? Bij Sutterburen in Groningen. En moet je kijken, ik weet niet wat dit is. Maar voor mij zijn het boontjes. Zoiets. Precies weet ik het ook niet. Maar voor mij liggen die bonen allemaal te drogen, nou. Op heuvels. Ik weet niet hoe dat ze dat noemen, maar iemand die dat weet, die mag dat even in de reactie zetten, hè. Want dit is wel mooi om hem te filmen, zo. Al die ding. Echt ouderwets boeren, hè, is dit. Ja, echt ouderwets boeren, om zo maar eens te zeggen. Dus, nou. We staan hier onder de windmast. Die gaat naar Eemshaven. Nou, ik sta nog wel op boerderij. Dat is wel mooi. Nog wat kiepertjes. Ja. Dat is echt mooi. Nou, geniet nog maar een van de mooie beelden. Hier in Groningen, hè. En daar zit is Sutterburen. En dan gaan we de andere kant op. Dat is Wagenborgen. Die kant op is Wagenborgen. Dus ja, en daar staan we een beetje tussen. Ja. Nou, daar gaan we weer. Mooi. Een fijne dag nog allemaal. Zo. Nu is het loonbedrijf Sandé aan het maïs hakselen. Achteruit slepen, dat is niks. En dan andersom te voeren. Dit gaat hem niet worden. Moet je dat zien dan? Dat is gewoon ploeg, joh. Dit gaat er niet van. Moet je kijken, joh. Je moet er andersom voor staan gaan. Dit wordt niks, joh.
heb geen frontwichtgeveur, ja. Nou, misschien is dat niet nodig, man. Gas! Nou, de camera zit vol. Dan ben ik met de telefoonfilm. Dat is ook bijna dezelfde kwaliteit, dus dat maakt niet uit. Nou, dit gaan we wel samenvoegen. Tot één mooie film. Loonbedrijf Sandé in de Maïs. 2020! Een beetje een natte plek, daar zit ik niet bij.